Het is allemaal niet te volgen. Nee, voor jullie en voor mij, nee. Het begon allemaal met die blunder van die Bergkamp. Ja, en dat presidium. Ja, die gingen achter twee anonieme brieven aan waarin de Ariep, die werd een beetje beschuldigd van boos gedrag en stemverheffen en weet ik veel wat, allemaal dat soort dingen. En af en toe is mensen een beetje niet aankijken en negeren. Dat. En daar gingen ze, daar kwam Blunder 2, die gingen ze dus een onderzoek naar houden. Ja, er werd een officieel bureau, die gingen ze vragen om dat eens eventjes geweldig te onderzoeken. Maar intussen was de Ariep natuurlijk allang beschadigd. Ja, die was eigenlijk al die kamer uitgewerkt. Dat deed ze zelf dan uiteindelijk ook. En die zei van, nou, de groeten. En toen gingen ze dus 2 jaar lang, gingen ze dus lopen onderzoeken. Nou, en dan komt het onderzoek. En dat onderzoek stelt dan vast dat het wel een beetje klopt wat er in die 2 anonieme brieven stond. Ja, en dat wordt dan weer bevestigd door een mannetje of 17 of 18 of weet ik veel wat. En 9 daarvan zeggen dan, ja, moet je nagaan wat ik allemaal aan het vertellen ben, vrienden. Het is te gek voor woorden. 9 daarvan zeggen dan dat de Ariep wel eens met stemverheffing heeft gesproken. En dat ze daar emotioneel last van hebben gehad. Ja! Ja! Je kan maar niet gaan wat lachen. Maar die gasten wel, die ambtenaren. Wat een stelletje, wat je zegt. Ja, die werden even gewoon een beetje toegesproken. Want waarschijnlijk deden die gewoon slecht werk, want dat lezen we allemaal niet natuurlijk. En die liepen te klungelen en te klooien. Ja, en daar zei de Ariep iets van. Nou, en dat was het dan. Dat was het dan. En dan komt Blunder 3 en dan zegt die Bergkamp, die zegt dan van, ja, en daarmee is aangetoond dat het een onveilige werksituatie, onveilige werksituatie was. Nou ja zeg, vrienden, ik kan er gewoon helemaal met de pit niet meer bij, nee. De hele zaken, ik bedoel, dat gaan we binnenkort allemaal vergeten. Want die Bergkamp gaat weg, die Ariep is al weg en het is allemaal al afgesloten. En eigenlijk gaat het helemaal nergens meer over. Maar, hey, één ding moeten ze wel hoor. Ze moeten zich in Den Haag wel even diep schamen. Minder praat.